Nou, open source en 3D-print, hoe komt dat zo bij elkaar? Nou ja, wat ons in dit project, wat we ons spannend vonden, was dat wij op internet vonden we plaatjes van mensen die museums in waren gegaan met 1-2-3D Catch, een programmaatje wat je op je iPhone kan draaien. Dan maak je heel veel verschillende foto's van verschillende kanten van een object. En dan op een magische manier maakt de computer daar een 3D-model van. En dat triggerde ons om na te gaan denken van ja, 5 jaar geleden was het nog ongekend om in een museum foto's te kunnen maken. Dat mocht toen niet, want het was al een beschermd copyright. Maar ja, toen iedereen op zijn telefoon een fotocamera had en iedereen gewoon zo door het museum liep, dan zijn de meeste museums er ook nu van afgestapt dat je foto's mag maken. Plaatjes kopiëren, dat is een kleine industrie, maar wat als we alle objecten in de hele wereld kunnen gaan kopiëren en delen met elkaar, waar gaat het dan heen? Wij plachten niet te zeggen dat wij nu alle kunst van Utrecht gestolen hebben en alles gekopieerd hebben wat er gekopieerd kan worden. Dat moeten juist de mensen van Utrecht gaan doen of de mensen om ons heen. De 3D Do-It-Yourself expositie is dat wij graag willen dat heel veel mensen dit gaan doen. Dus dat mensen zelf het idee gaan hebben van oh, ik kan in plaats van een foto van dingen maken, kan ik een 3D scanobject van dingen maken. En nou is dat misschien nu nog best wel moeilijk, maar gelukkig zitten wij dan hier binnen om jullie te helpen met het uiteindelijk uit te laten draaien van jullie prints en jullie 3D scans.